Een hele goede middag vanuit Groningen. FC uit Groningen tegen FC uit Utrecht. Met Arjen Robben terug op de bank bij de Groningers. Daar is een basisplaats. Als enige wijziging ook door Danny Buijs voor Patrick Joosten dus. Oud Utrecht speler dus. Komt veel bekenden tegen. Een lachje en een dolletje. Hij vervangt Balk. Verder geen verrassingen in de opstelling van Groningen. Jeroen Manschot is de scheidsrechter, geeft het signaal aan de doelman van Utrecht. Dat is een debutant, Tijmen Nijhuis. Vervanger van Maarten Paas, die positief testte op corona. Hij dus in het doel, ondanks de komst van Oelschlegel van Dortmund. En er is nog een debutant. Moussa Silla staat in de punt. Omdat oud-Groninger Mahi geblesseerd is. En dat geldt ook voor Dalmau. Dan hebben we de poppetjes gehad en kunnen we gelijk beginnen. Heeft Utrecht deze editie in gang gezet. Wedstrijd tussen de nummers 7 en 8. Stevige ingreep van Maher. Mag verder. Via Matusiwa. De bal nu bij Lundqvist. Joosten langs Kerk. Joosten probeert het maar eens. En Nijhuis had in de gaten dat die bal naast zou gaan. Matusiwa. Zo ingeleverd bij Kerk. Dramatische bal van Matusiwa. Maar te hard voor Gustafsson. De steekpaas van Kerk. Er zijn een paar spelers die nog een beetje warm moeten draaien. Zo heb je het gevoel. El Messoudi. Ruimte weer bij Joosten. Zouden toch bij Utrecht wel moeten weten dat je hem niet te veel ruimte moet geven. Nu terug naar El Messoudi. Stuiterbal. Niet aangeraakt. En dus een doeltrap. Matusiwa. En Messoudi, lastige bal. En de onderschepping van Silla. Kerk, daar gaat Gustafsson. Die heeft niemand bij zich. De bal is goed van Kerk. Gustafsson en de voet van Pat voorkomt de 0-1 van Simon Gustafsson. Hij wacht lang, Kerk, maar geeft hem dan perfect. Matusiwa. Was in het begin van de wedstrijd meer ruimte voor Groningen om te voetballen. Utrecht heeft het wat meer dicht staan. Nu wel El Messoudi na een goede combinatie. Niet lekker geraakt. Nu weer verlengd door Strand Larsen en weer gevaarlijk. Kopbal Lundqvist. Hij steeds bij de eerste paal. Strand Larsen om die bal door te koppen. Nu wel op tijd iemand van Groningen daar. Zijn eerste rentree bleef beperkt tot 30 minuten. Vandaag misschien een kwartiertje. Zo gaf Danny Buijs aan. De bal van Dammers naar Strand Larsen. Warmerdam geeft Hoogma assistentie. Hij probeert Strand Larsen er nog een hoekschop uit te toveren. Dat lukt niet, maar Groningen krijgt hem ook niet helemaal weg. Dankerlui, aangetikt door Warmerdam, maar mag verder. Goeie 1-2 met Strand Larsen. Ja, dan is het voordeel weg. Dan snap ik wel dat Manschot niet alsnog affluit. Bovendien nog een schietkans voor Lundqvist. De schoten van Groningse kant
zijn nog niet helemaal scherp genoeg. Hij is terug. Vooralsnog op de bank, Willem Jansen. Dammers was hem bijna kwijt aan Silla. Met vrij veel moeite uiteindelijk nog hersteld. Lundqvist naar El Mesoudi. Naar Strand Larsen. Geen hele lekkere aanname, maar herstelt dat zelf. Met dat sterke lichaam. En het afschermen van de bal. Dankerlui. Aardige poging. Richting Dankerlui is lang onderweg, maar alsnog als eerste bij de bal. Herkansing voor Dankerlui en dan wacht Lundqvist iets te lang. Ramselaar, Gustafsson, daar gaat Silla. Dat was goed gezien door Gustafsson. En Silla wordt nog even ondersteboven gelopen door Van Hintem. Joosten, de man die zo aardig aan de wedstrijd begon. Indraaiende bal, daar is nog El Mesoudi. Met een behoorlijke kans voor Groningen. Kerk door de benen bij Van Hintem, nu is hij weg. Heeft Van der Streek bij zich, daar komt Itakura, die is hij ook voorbij. Kerk en Van der Streek en weer pad met de voet. Tweede topredding van Sergio Pat in deze wedstrijd. Na een uitstekende actie van Girano Kerk. Voorbij Van Hintem. Voorbij Itakura en dan Van der Streek. En dit is echt een wereldreflex van Sergio Pat. Hij maakt wel aanstalten. Er gaan echt drie rollen tape omheen. Bij Robben. Utrecht is weg. Dat is een goede bal. En daar is Silla. En die loopt er binnen. Maar de vlag is omhoog. Voor buitenspel. Dat moet dan van Warmerdam geweest zijn. Daar de lijnen. Het rode lijntje. Voor de linkervoet van Warmerdam. Het lijkt er, als je het zo ziet, inderdaad op. Dat het net aan buitenspel was. Gaan komen. Voor Strand Larsen en Joosten. Kerk naar Van der Streek. Gustafsson, Maher. Kerk, pad. Heeft hem uiteindelijk gewoon. Is wel boos dat Kerk zoveel tijd kreeg om die bal te schieten. Het Groningen debuut voor Alessio da Cruz. Niet het Eredivisie debuut, want hij speelde ooit al eens 3 wedstrijden voor Twente. Gustafsson, Silla, stuurt Kerk weg. Van der Streek voor het doel. De bal achter hem langs, maar daar is de enorme kans voor Ramselaar. Weer Sergio Pat. Gustafsson. Dat is een handig balletje. Van der Streek verlengd. Daar is Pat. En dan het blok van Matusiwa. Hoogma. Hoogma, Hoogma en weer pad. Poging van Van der Streek. Kerk, Gustafsson, dit is een geweldig balletje naar Van der Streek. Die hem nog net weet te verlengen. En dan de slalom van Justin Hoogma. En opnieuw Van der Streek. Tegen PSV liep deel 1 uit op een deceptie. Bleef het bij een half uur. Nu wordt het een kwartiertje. Van der Streek. Warmerdam. Elia gaat.
Geen goede bal van Warmerdam. Zo in de voeten bij Dankerlui. Robben. Ja, dit kennen we. Robben. Hij zou hem eigenlijk willen smeken om die bal dan gewoon in de verre kruising te draaien. Hij moet ook een beetje warm draaien natuurlijk. Glijdertje van Kaam, van de streek, van Kaam schoffelt van de streek onderuit. Maar Kerk is weg, dus kan het spel verder. Kerk in de korte hoek en Kerk geraakt door Itakura. Itakura die Kerk raakt nadat Kerk geschoten heeft. Maher. Anzani kwappert met de handen. En viel nou ook niet echt die bal aan van Maher. En Lankouri. Oh, die bal komt zo bij Dacruz. Dacruz. Ja. Hele lastige hoek. En zo eindigt het hier. Doelpuntloos in Groningen. Weer kansen gehad van de Brom om de wedstrijd te winnen. Dus zal Van der Brom stiekem wel een beetje balen. Het waren er geen 38 qua schoten. Maar het waren er zeker wel een paar. Groningen viel vooral in de tweede helft terug. Zij allebei de 0. Dat is voor Nijhuis ook wel lekker. Bij zijn debuut. Maar hij heeft het wel vaker voor elkaar gekregen, Sergio Pat. Ik denk dat beide ploegen wel op iets meer hadden gerekend.